welkom bij Iedereen kan haken. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar alle video's van Iedereen kan haken, want het is zo leuk, al die duimpjes omhoog en abonneren natuurlijk. Al je reacties kan je onder de video plaatsen. Ik ga nu beginnen aan de 10e toer, want we zijn bezig met de omslagdoek Julia. De Julia omslagdoek, hoe je het noemen wil, maar ik vind het wel heel leuk als er een hashtag bij komt met omslagdoek Julia. Dan als jij hem zelf gemaakt hebt, dan hebben we alle omslagdoeken van de Julia bij elkaar. En ik zit even te meten nu, want we hebben nu even kijken hoor. Ik heb 1 en hier is een aanhechting 2. Kijk. Soms doe ik het wel eens gewoon in het midden, werk ik hem gewoon netjes weg. Dus 1 bol, 2 bol, hier de derde bol en de vierde. En dan ga ik nu aan de vijfde en de laatste bol voor de omslagdoek beginnen. Maar je ziet hoe mooi dat die wordt en dan gaan we beginnen met toer 10. Tot zo! We beginnen nu met de 10e toer en toer 9, ja, die is in principe hetzelfde als toer 5, alleen heb je natuurlijk nog het tussenstukje moeten maken, dit tussenstukje, die V-steek tussen die waaiers in. Maar toer 10 gaan we weer hetzelfde, eigenlijk is die als toer 6. Dus toer 10 is hetzelfde als toer 6, maar ik haak hem lekker mee met, we beginnen met 3 losse. Toer 10 met 3 losse beginnen we. 1, 2, 3. Dan keren we het werk. En dan zie je het al, hier zit die V en dan gaan we hier 2 stokjes in maken en op dit stokje een stokje. Zodat we in totaal weer, ja, als deze meetelt, 4 stokjes hebben. Dus 1. 2, 3. En op dit stokje gaan we nu een stokje maken. Dan 1 losse. En dan zie je dat je hier die 3 vaste hebt. En dan pak je bij die grote lus de 1, 2. Vaste van de grote lus, dus je slaat 1 vaste over en je gaat hier een vaste opzetten en hier een vaste, dus je zet 2 vaste, 1 in de middelste vaste en eentje bij die grote lus in die laatste vaste. Dan gaan we weer 2 losse maken, 1, 2. En dan gaan we op die eerste vaste een vaste zetten en op de tweede. De eerste en op de tweede. Dan gaan we 1 kom je weer bij die V uit. Dan gaan we 1 losse maken. En dan gaan we op die V hier op een stokje zetten, 2 in de opening. En hierop een stokje. Dan weer 1 losse. En dan zie je dat je weer boven bij die waaier uitkomt met die 3 vaste. Dan gaan we dus wederom in de middelste een vaste zetten en in die derde een vaste van die 3 vaste. Dus in de middelste en op de derde. Dus in de middelste een vaste en op de derde een vaste. Dan maken we weer 2 losse. En dan gaan we op de eerste en op de middelste
en vast te zetten, dus op de eerste en op de middelste. Zet de video gerust langzamer als het te snel gaat. Dan nog één losse. Dus je hebt dit groepje van twee vaste gedaan, doe je één losse en dan kom je bij toer 10 weer uit op het einde met een stokje en dan zet je twee stokjes in die opening en nog een stokje, dus drie stokjes en dan kom je in totaal op vier stokjes uit, dus op dit stokje één stokje en dan nog drie stokjes, dat je in totaal vier stokjes hebt. 1, 2, 3. Kijk, en deze telt ook mee. Dus die was stokje op stokje, dan 2 tussenin en 1 stokje als laatste. Dus je moet in totaal op 4 stokjes eindigen in toer 10. En dan was dit toer 10. En dan zie ik je zo bij toer 11 weer terug. Tot zo! Dan gaan we nu aan toer 11 beginnen. En toer 11 is weer hetzelfde als toer 7. Je zal zien, het herhaalt zich heel de tijd. Toer 11 beginnen we met 3 lossen. 1, 2, 3. Je keert het werk. En dan gaan we weer verdubbelen. Van die 4 stokjes maken we er weer 8. Dus we gaan in die eerste opening. Dan krijg je dus, als je deze meetelt, 2 stokjes. Dan 2 stokjes op elk stokje. 1. 2. Op het volgende stokje weer 2. En op het laatste stokje weer 2. Dan kom je hier bij die 2 vaste. We gaan eerst nog 1 losse doen. En dan gaan we op de tweede vaste, niet deze, maar op de tweede, daar gaan we een vaste zetten. Dan gaan we weer 2 lossen maken. 1, 2. En dan gaan we op de eerste vaste van die 2, 1, 2. Op die eerste, hier gaan we een vaste zetten. Dan weer 1 lossen. En dan gaan we weer op die 4 stokjes, want die kom je dan weer tegen, op die 4 stokjes gaan we weer verdubbelen. Gaan we 2 stokjes in elke steek zetten. En je ziet dat toer 11 dan ook weer hetzelfde is als toer 7. Dus nu heb je het, als het goed is, heb je de techniek door. Twee, vier, zes, acht. Eén losse. En op die twee vaste, deze sla je over. Op die tweede vaste doe je weer een vaste. Dan weer 2 losse. En op die eerste vaste, daar zet je een vaste. Dan 1 losse. En dan gaan we dit laatste groepje weer verdubbelen met 2 stokjes in 1 steek.
En af en toe blijven tellen weer 2, 4, 6. Dus we hebben nog 2 stokjes nodig. Die zetten we in die laatste opening. Dus het is allemaal ja, makkelijk eigenlijk. Het lijkt moeilijk, maar het is niet moeilijk. Je doet het gewoon stap voor stap. Dus dit was toer 11. Kijk hoe leuk dat die waaiers dan in je werk komen. En met ja, haaknaald 12 gaat het natuurlijk heel snel. Dan zie ik je zo weer terug bij toer 12. Tot zo! Dan gaan we nu aan toer 12 beginnen. En toer 12 is weer hetzelfde als toer 8. En dit is de laatste toer die ik nog even meedoe. En dan, ja, dan kan je gewoon 5 bollen ophaken, zolang als dat jij je omslagdoek wil hebben. We beginnen dus toer 12 met 3 lossen. 1, 2, 3. Je keert het werk. En nu gaan we weer verdubbelen. Dus van die 8, 2, 4, 6, 8 stokjes ga je er 16 van maken. Dus in de eerste steek steek je in. En dan ga je naar het volgende stokje, daar ga je 2 stokjes op maken. En op de volgende weer 2. Even mijn garen pakken, die heb ik nu wel flink nodig, want er zijn nog heel veel stokjes die ik moet maken, want dat zijn, kom ik op 16 stokjes uit per waaiertje. Ik doe het wel iedere keer wel terugtellen, dat is het makkelijkste. Mocht je nu een foutje maken, ja, dan moet je het toch uithalen, anders kom je niet uit. Maar deze wol, ja, die haakt zo makkelijk. En het is ook zo makkelijk om eventjes een toertje uit te halen. Mocht je jezelf verrekend hebben dat het... ik ga nu ook wel snel, dat weet ik, maar het is ook een flinke toer met 16 stokjes, hè, op... per waaiertje, en ik heb nu al 1, 2, 3 waaiers. Kijk, en dan heb ik 1 waaiertje weer af met overal 2 stokjes in 1 steek, dus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ik doe hier geen lossen tussen, ik ga meteen door nu naar het midden van die 2 lossen. Hier zitten vaste, 2 losse en een vaste. En in het midden hier zet ik een vaste. En dan ga ik weer naar de volgende waaier. En dan ga ik weer 2 stokjes in 1 stokje doen.
Dan tel ik ze weer even na. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. En dan ga ik hier weer tussen die twee losse in. Hier ga ik vaste maken. En ik ga weer naar mijn volgende boogje. En dan ga ik weer twee stokjes eventjes een lusje, twee stokjes in één stokje maken. En nog twee. Dan tel ik het even na toe. 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. En dit was toe 12. En dan begin je weer gewoon eigenlijk van vooraf aan. Dan begin je weer met toer 5 of toer 9. Dus dan heb je je waaier weer af. En dan kijk je even naar de video waar toer 5 en toer 9 in staat. En dan ga je weer verder. Dus toer 9 zou ik pakken, dat is makkelijker. En zo maak je weer heel je omslagdoek af. Dus dan ga je weer verder met toer 9. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Graag abonneren, hieronder op mijn foto klikken. En duimpjes omhoog. Tot de volgende video. Tot ziens!